langs de grote tribune, dames en heren. In de stromende regen. Daar is hij voor gekomen om dit mee te maken met zijn gelijknamige vriend. Die daar een beetje uitwijkt. Erik Hulsebos en Erik Hulsebos. En is het geen prachtige draver? Dat gaat ongetwijfeld goed komen. Hij is nog wat groen, past wel bij het groene gras hier op het Pompark. Maar ze gaan nu toch echt een mooie ereronde maken. Terwijl ook de deelnemers aan de duo Sulky Koers hun ereronde gaan maken. Hun vapwarm rondes gaan maken. Het zal nodig zijn. En dan gaan we toch eens even kijken of... het span op kunnen vangen. Daar heeft het op dit moment wel alle schijn van John de Ley en Erik Hulsebos tezamen. En dan is het altijd een spannend moment of hij stil wil staan. John, wat denk je ervan? Doet hij dat? Ik heb het al gezien, hè, dat ik hier moest komen. Maar je kan mijn vraag dan ook wel verwachten, Erik. Neem jij dit mee? Ja, dit weer. Ja, nou, bij ons regent het ook nog niet. Dus, maar goed, het maakt mij niks uit. Dit is de tweede keer toen Erik Hulsebos geboren is. Daar was ik bij. Mooi, hè? En dit nu is 3 jaar later en nu zitten we dus in de karretje achter. Zo zie ik, zo zeg ik, ik heb niks verstand van die wereld hoor. Ik ben 2 jaar geleden vernoemd naar een Erik Hulsebos Fuchsia. En nu ben ik dan Erik de Hengst. Dus ik weet niet wat de bedoeling er precies allemaal mee is, maar ik ben er wel trots op en het is een mooi dier. Dat wou ik zeggen, het is altijd een grote eer als er een paard naar je vernoemd wordt. Ik heb ook begrepen, jij bent een man die de zon kan laten schijnen. Zo dadelijk mag je het gaan beleven in de duo Sulky Koers. Heb je dat al eens eerder mee mogen maken? Nee, ook dat niet. Ik heb wel best wel veel meegemaakt, maar ik heb nog nooit eens een echte race gezet. Nee. Dus dat lijkt me wel heel erg spannend. Maar goed, ik vroeg net ook aan Johan, ik zeg, ga dat altijd linksom? Hij zei, ja, met schaatsen gaan we ook altijd linksom. En, hij zei net in Berlijn, of de bandwedstrijd, dan gaat het de andere kant op. En dus had ik gelijk uit te denken van ja, maar paarden hoeven dus geen beentje over. Nee, die hoeven inderdaad nooit een beentje over. Dus op zich maken voor de paard niet zoveel uit en dan links of rechtsom gaat. Denk. En toch is het zo dat het ene paard een klasse beter is rechtsom als linksom. Dus er moet toch iets in het gestel zitten wat dat bepaalt. Oké, okay, ja, nou, ja, dat zou kunnen. Maar ik vind het mooi, het is jammer als het ringt, maar ach ja, het is maar water. Het is maar water, we gaan er niet dood aan. Jij gaat nog even een ronde maken en zo dadelijk krijg je een hele mooie belevenis. Dat kan ik je nu alvast voorspellen. Daarna spreek ik je nog even weer als dat goed is. Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Erik, dankjewel. Erik Hulsebos, dames en heren. Met Erik Hulsebos, John de Ley. En ze gaan nog 1 keer rond. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt, was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen. Gaat hij naar huis terug. Ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegje zag hij maar mond.